Ga je dat echt doen? Een mooi moment vandaag in de Amsterdam Arena. De broers Quinten en Jurriën Timber, voorheen voetballend onder de naam Maduro, tekenden hun eerste profcontract dat loopt tot 2021 in de nabijheid van hun volledige familie. Het hoort bij ons, hè. We nemen onze hele familie mee. Iedereen heeft eraan meegewerkt. We zijn iedereen dankbaar. Vooral mijn moeder, mijn broers. En als je dit mag doen met je broertje, waarmee je ook alles doet, elke dag, 24/7, is wel mooi natuurlijk. We zijn natuurlijk ook begonnen samen, dus omdat dit nu samen te doen voelt, echt kan niet beter eigenlijk. Ja, want vertel eens, hoe is jullie band als broers, als tweelingbroers? We doen eigenlijk alles samen, vanaf klein en nog steeds, dus ja. Weinig ruzie ook, geen discussies. Ja, wel discussies, maar het hoort er ook bij, maar heel weinig ruzies. Andere mensen weten ook hoe wij met elkaar samen zijn. Het is wel bijzonder, vind ik. Hele goedemorgen. Ik ben Quinten. Ik ben Jurriën. En we gaan vandaag vloggen. Ik speel bij Ajax. Ik speel op middenveld. Ik ben verdediger. Ja, gaat leuk worden vandaag. We leren de broers vorig jaar al beter kennen in de allereerste vlog van de Ajax-jeugd. Maar nu, voor degenen die ze niet kennen, stellen ze elkaar ook voor als voetballer. Jurriën, een voetballer waar... Ja, je komt er niet zomaar langs eigenlijk. Hij loopt veel, speelt de laatste tijd veel rechtsback. Sterke tegenstander, heel technisch ook. Ik denk dat Quinten een speler is met een grote winnaarsmentaliteit. Een drijf waarmee hij voetbalt is echt waarmee hij vooruit wil. Dus, is anders dan anderen, vind ik. En ik denk ook in het verdedigen en ook in het aanvallen. Kan hij wel een steentje bijdragen. De tweeling vierde in de jeugdopleiding al meerdere kampioensfeestjes en strijden ook dit jaar voor de titels met onder 17 en onder 19. Maar het grote doel is natuurlijk Ajax 1. We zijn kampioen, man. We zijn kampioen. We zijn nummer 1. We zijn de beste, man. Dit is eigenlijk de eerste stap die we maken nu. Contract tekenen, heel mooi. En hopelijk maakt het nog meer. En wat moet er nog gebeuren om uiteindelijk hier te komen? Goeie vraag. Ik denk dat we samen elke dag beter moeten willen worden en bij de trainingen elke dag ons best blijven doen en zo een stap kunnen maken naar boven. En wie weet treedt de tweeling dan over enkele jaren in de voetsporen van die andere beroemde voetbaltweeling.